Het is weer zover. Vandaag gaan we verder in de tropische dierentuin. Ik heb er al een heel even niet meer aan verder gebouwd. We zijn er namelijk de laatste tijd heel erg veel in de Europese dierentuin bezig. Maar wat we vandaag gaan fixen is het vossenverblijf. Het vossenverblijf is namelijk soort van best wel vet en best wel mooi. En het is natuurlijk een hok wat bij de ingang zit. Maar het is gewoon nog niet compleet. Er zijn nu een paar dingen wat ik nieuw heb gemaakt. Wat ik nu ook weer daardoor andere dingen anders wil doen. Omdat bepaalde dingen niet meer helemaal kloppen of zo. En ik heb nu weer wat meer kennis en wat meer know-how. Dus nu weet ik ook weer wat ik eigenlijk wil maken. Wat ik mooi wil doen. Zoals dit plateautje hierboven heb ik gemaakt. En eigenlijk de vossen hebben niet zoveel ruimte nodig. Dus dan kan ik dit net zo goed afzetten, om maar zo te zeggen. Zodat de bezoekers het beter kunnen zien. En hier wil ik het iets mooier voor maken. En natuurlijk de vorige keer had ik weer een probleem dat de vossen ontsnapte. Vandaar deze reling. En deze reling vind ik heel leuk. Dat maakt het een beetje realistisch. Maar zoals nu is het een beetje niet realistisch omdat het weer heel laag staat. En ik kan nu gewoon het klimmen uitzetten. Want dat had ik de vorige keer niet gedaan. Dat heb ik volgens mij wel een keer ondertussen al gedaan. Zoals je ziet, het klimmen staat wel uit. Maar dan kan ik het dus eigenlijk mooier maken. En zoals hierachter, hier hebben de bezoekers geen kijk op. Heb ik zoveel vossa's? Ik heb heel veel vossa's in mijn hok. Oh, gewond. Ja, dat snap ik dan wel inderdaad. Is deze goud? Die is brons. Dan is deze, mag die opslag? En is deze brons? Maar nu is het nog steeds, ik heb er hier één en ik had er hier nog een paar. Ja, zie je, hier loopt er één. En volgens mij liep er hier nog één. Of het was die? Nee, hier inderdaad. Ik had er echt heel veel. Die is al op leeftijd. Dit vrouwtje is een buitenstaander. Nou, laat ik die dan maar een opslag sturen. En degene die op leeftijd is, die ga ik uitzetten in het wild. Zo. Dan heb ik nog één moedertje over. Dat is waarschijnlijk de zus van ze, verwacht ik dan, qua stamboom. En dan twee jonkies. Er zijn even nog dieren in het verblijf. Wat ik wil zeggen is, dit is een beetje, ja, niet echt heel mooi en heel erg afgeschermd voor de bezoekers. Dus bezoekers kunnen ze daardoor niet goed zien. En we willen uiteraard wel dat de bezoekers het goed kunnen zien. Dus we gaan in een en ander gaan we eens even verplaatsen. Ik ga het niet verkopen. Ik ga het gewoon even hier neerzetten. Dan weet ik wat ik nodig had en wat ik had gebruikt. Als ik dit voer verplaats, gaat het eten dan weg? Ik zet het hier. Nee, oké, het gaat niet weg. Nou, mooi. Laat het liggen dan maar. Het gaat ook weg, want hiermee waren de dieren wel tevreden. Dus dan weet ik dat. Laat ik deze bomen heel even naar achteren slepen. Oké, dus hieronder hadden ze een schuilplekje. Oh, die zit hier aan verbonden. Dat is niet zo handig. Kan ik deze niet scheiden van groep? Scheiden van groep, inderdaad. Nou, dat is beter. Dan kan ik die meenemen. Want waarom zit die in een groep? Oké, hoeveel ruimte hebben de vossen überhaupt nodig? Laat ik daar eens even naar kijken. Ze hebben heel weinig klimzones nodig en ze hebben heel veel. Ze hebben eigenlijk de helft van nodig wat ze nu hebben. Dus wat ik eigenlijk kan doen, ik moet uiteraard rekening houden dat de verzorgers wel overal bij kunnen. En met het water moeten ze uitkijken dat ik niet dingen ga blokkeren. Oh, dit staat nog op klimmen dat ingeschakeld is. Laat ik het ook even uitzetten dan. Uitschakelen. Dan mocht ik er één willen kopiëren. Dan staat die lekker uitgeschakeld. Want heel eerlijk, ik denk voor het hok dat ik die ruimte erachter niet nodig heb. En het voordeel is dat ik weer iets meer ruimte hier creëer. Zodat ik gewoon weer iets moois kan maken, of zo gezegd. En dan heb ik dit ook even. Dus het blijkbaar ook in een groep, maar ook bij het klimgedeelte groep. Dus dit dan even apart selecteer. Even scheiden van groep. Ja, en dan klimmen uitschakelen. Dan ben ik in ieder geval iets safer. Dat is niet verkeerd. Kan ik dit allemaal op nul zetten? Omheining. We gaan naar nul. We gaan door. Nul. Nee, dat gaat niet. Oké. Oeh, maar dit gaat wel. Oké. Want ik heb natuurlijk ergens glas zitten. Ik heb hier glas. Glas. Want als het eenrichtingsglas is, kan ik natuurlijk ook dit doen. Ziet er misschien wel wat chiquer uit. Volgens mij heb je bijna hetzelfde idee. Maar dat maakt niet uit. Dit is zelf neergezet en het andere niet. Het is mooi of zo. En ik kan het wat rechter plaatsen. Dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Dan weet ik gewoon zeker dat het recht is. Oh nee, tot zover het recht. Het is al niet meer recht. Oepsie. Maar ik kan het wel samen kopiëren. En dan weer gezamenlijk draaien. Dus dan staat het wel weer recht. Ik heb hier een of andere pilaren in zitten. Deze ja. Wat doen deze? Eigenlijk staan deze er ook maar random bij. Ik weet niet wat ik hiermee van plan was. Maar laat ik deze even misschien op de grond neerzetten. Ik vind het vaak wel mooi bij een raam of iets dat je een soort van een klein beetje kozijn erin hebt. Misschien wat logischer, zeg maar, dat het raam ook wat steviger is. Heel eerlijk, dit ziet er echt al 10 keer beter uit. Wat voor plantjes willen jij? Kan ik mooie plantjes aan de voorkant neerzetten of zal ik dat later doen? Nou, ik doe het wel iets later dan. Nou, geldt dat ook voor dit stuk omheining? Ik ga het ook op nul zetten. Zo.
En dan kopieer ik deze. Kopieer ik hierheen. Ik vond het betonnen stukje ook niet echt heel mooi. En volgens mij, als je eigen creaties neerzet, pakt het spel het niet in hoeverre het, hoe stevig het moet zijn. Dat is natuurlijk de hele reden dat ik het beton had neergezet, omdat het steviger is dan het glas. Maar volgens mij maakt het niet uit met gewone decoratiedingen. Oké, ik schrijf dit allemaal een beetje op, omdat je dus echt twee van die spleten in moet zetten en die wil ik dus eigenlijk wegwerken. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dus schrijf ik deze op en dan kan die nog een keer hierheen. Kan deze iets naar voren? Ja, zo, dan hebben we die, zien we die gekke dingen daar ook niet doorheen. Oké. Kijk hoe het aan de binnenkant eruit ziet. Daar ziet het een beetje raar uit. Als ik deze iets meer naar binnen haal dan. Okay, zo ziet het er goed uit. Dan haal ik deze hierheen. En deze hier neer. Dan kan deze hier weg. En deze zet ik maar gewoon mooi in het midden neer, denk ik. Die zet ik dan maar gewoon hier neer. Dus een beetje in het midden. Hier staan in ieder geval genoeg informatieborden. En ik realiseer me net dat ik de ramen verkeerd om heb. Nu kunnen de bezoekers niks zien. Hé, hey, maar dat is best grappig. Dan kunnen de dieren de bezoekers zien, maar andersom niet. Dit was die bedoeling. Oké, dit gaan we even omdraaien. Als ik dit samenvoeg en dan hoekuitleiding aan en dan doe ik het zo draaien. En als het goed is, blijft het gewoon op dezelfde plek staan. Kijk, probleem opgelost. Dat betekent... Alleen jij staat wel echt heel random hier. Als we jou eens even hier... Oh, dat vindt hij niet leuk. Waar kunnen we jou neerzetten? Waar kunnen we jou sneaky neerzetten? Ik vind donatiebokjes ook niet heel mooi om te zien. Hele kleine detail dingetjes en zo, dat komt nog wel. Maar het hok moet gewoon mooi zijn. En gewoon eigenlijk wel best wel goed als je het zo ziet. Dat betreft vind ik deze borden dus wel echt heel lelijk. Dus als we die toch maar even de grond in plaatsen. Het is gewoon alsof het een beetje licht geeft. Alsof het gewoon een ledlamp is. En die plaats ik hier ook neer. Dat ziet er wel al beter uit. Nou vind ik deze dingen vind ik wel echt... vind ze heel lomp. Daar moeten we wat op vinden. We hebben natuurlijk al een luidsprekertje hier. We hebben hier ook zo'n lelijk bord. Of jou ook eens even de grond in douwen. Hier zo. Wat staat hier? Oh, hier staat een donatieboek verstopt. Volgens mij staat hier een donatieboek. Oh, ja. Dit heeft heel veel geld. 6000. Halleluja. Ik ga jou bruin maken. Dan val je minder op. Zo. Valt nog minder op. Maar je bent er wel. Kijk, dat is eigenlijk top. Dat het gewoon een beetje verstopt is. En hier is het wel mooi dat het bord wat lomper is en wat groter. Maar eigenlijk heb ik deze gekopieerd van daarachter. Want ja, in ieder geval daarachter is ook duidelijk. Ergens in mijn dierentuin heb ik dit gedesigned. En ik heb hem vaker gebruikt. Dus dat vind ik er minder origineel of zo. Maar eerst gaan we hier denk ik heen. Wacht, wat voor dingen heb ik hierin gebruikt? Dat is misschien wel leuk om bepaalde elementen weer te pakken. Iets van bamboe of zo, denk ik. Wat is het? Het is hout, denk ik. Type hout in. Misschien kan ik hier wat mee. Op zich heeft het wel een beetje dezelfde kleuren en vibe. Het is gewoon eigenlijk heel simpel, maar dat mag ook een keer, toch? Faciliteiten. Dan gaan we even naar het schermpje en educatie. Dat is echt heel simpel, dit. You want more information about Fossa, yes? Ik weet niet of ik dit mooi vind om dit aan twee kanten te doen. Het blokkeert een beetje waar het uitzicht, maar... Tegelijkertijd zijn wel heel veel kanten waar ze de fossa's kunnen bekijken. Op zich is het niet heel erg om hier iets voor te doen. Het heeft namelijk ook echt wel wat. Ik vind het wel vet. Als ik deze dan even een kleurtje verander. Ja, op zich. Dan wil ik alleen deze even naar binnen halen. Die mag net door het raampje heen gluren. Dat vind ik ook mooi. En dat geldt ook voor deze. Zo, wat mooi. Kijk nou, het is ook gewoon een stuk rustiger hier. Dat is toch fijn? Ik wil jou verstoppelen, maar ik zit hieronder natuurlijk aan een apart pad. Dus ik weet niet... In hoeverre? Dat gaat ze zeker wel. Dan ben ik echt al mijn donatiebox kwijt. Ooit als ik dat een keer nodig heb of zo. Dan moet ik zeggen, er is wel een overzichtje waar je het kan vinden. Dus als ik het echt wil hebben, dan kan ik naar dierentuin gaan. Dan financiën. En dan bij inkomsten. Zie je donaties. En dan... Oh. Ja, je ziet niet precies je donatieboxen. Ik dacht dat het wel makkelijker zou zijn, maar blijkbaar niet. Kunnen we even inspecteren welke dieren het nou goed doen? We zijn in oktober, dus het jaar is bijna voorbij. De fennekvorsjes hebben we natuurlijk niet meer en de Nijlanden lopen ook niet. Heb ik ooit in mijn dierentuin gestaan, dus mijn dierentuin pakt het dus nog blijkbaar... Of ziet het nog aan als dieren? Maar ik heb ook ooit dassen gehad en die zijn wel weg. Maar misschien omdat ik die donatieboxen toch nog ergens heb... Ik heb geen idee waarom die pakt eigenlijk. Oké, tot nu toe doen de flamingo's. Je dat verwacht, maar het verblijf waar ik de meeste... ruzie mee had. En het is ook wel echt een van de mooie verblijven. Ik bedoel, kijk maar. Die zal van geld opleveren. Maar ik heb hier een donatiebox. En hier vooraan natuurlijk. En hier ook een. Dit is wel heel veel. En hier komen mensen natuurlijk meteen binnen. Heel eerlijk, ik vind het ook heel vet. Flamingo's zijn echt een heel vet hok. Maar oké, we waren bij de fossa's. Ik ben weer afgeleid. Maar die donatiebox die ben ik dus gewoon kwijt. Dus ik, prima. So be it. Want als ik dat bord dupliceer, zodat aan de buitenkant ook even mooi komt.
Ja, dit is beter. Dat is gewoon een dikke blok op thee. Dan zien mensen het wel vanaf hier. Maar dat boeit ons niet. Toch? Denk ik? Nee. Boeit niemand, denk ik. Maar oké, we waren hier bezig. We zijn hier bezig. Wat is dit? Dit is een bloedgeurmarking. Dit is ook een speeltje, maar hierbij. Laat ik wel even de omheining gaan verplaatsen hier. Zo. Dan kloppen de afmetingen ook wat meer als ik dat wil controleren. Want anders dan heb ik hier een hele dode hoek. Ja, de ingang mag voor mij wel een beetje verstopt blijven. Dus dat vind ik prima. Als je hier staat, heb je heel goed zicht op de ingang. Want nou, als ik dit dupliceer hierheen, dan wordt dit een beetje de grot waar ze in kunnen slapen. Zo, die staat. Dan moet ik hier even het dakje dichtmaken. Dan hoop ik dat de vossen hier niet kunnen opkomen. Dat is ook nog maar de vraag eigenlijk. Dat is eigenlijk maar de bedoeling dat ze dan hier niet opkomen, zeg maar. Dat ze niet hier kunnen ontsnappen. Ik wil ook maar een klein gedeelte doen, vanwege anders het dier niet meer kan zien. En dan gaan we met klagen. Nou, is het wel mooi om dat even door te trekken. Veiligheid boven alles. Dan pak ik deze stenen als decor voor hier. Oké, ik heb dit ook even naar beneden gezet. Want het voordeel is dat het dan ook wat meer licht naar binnen komt. En het hoeft helemaal niet zo hoog. Dan heb ik dit ook even verplaatst. Want het hele ding van dat je de ingang anders niet ziet. Of wel ziet, zag je anders nog steeds. Als ik die steen niet hier had neergezet. Dus ik heb de steen nu neergezet en nu zie je de ingang niet. Dus nu is dat mooi verborgen. Dan laat ik deze steen ook even hierin halen. Oké, dit kleintje ga ik hier even verplaatsen. Verplaats. Het enige wat ik wel weer niet slim heb aangepakt is dat de verzorger er nu niet doorheen kan. Dus wat we doen is we gaan dit weghalen. Goed, kan een verzorger hier onderdoor? Waarschijnlijk niet. Dus wat ik doe. Ik denk dat ik dit kopieer. Nou, we doen het maar even zo. Ik vind het ook wel risky. Maar als ik hier glas zet, dat kan een beest er niet doorheen. Dus dat is natuurlijk wel een ding, want die moet echt gewoon glas inkomen. Want anders heb je natuurlijk gewoon een vossa die hier, hier inspringt. Dat is, dat wil je niet hebben. Laat ik wel heel even kijken. Ik moet het spel heel even laten lopen, zodat het spel heel even kan berekenen. En als ik dan naar issue card ga om te kijken waar ze kunnen komen. Oké, ze kunnen er hieruit. Oh, maar dat komt denk ik ook omdat die rand daar stopt met omheining. Oké, ze kunnen hier komen, ze kunnen hier komen. Maar niet. Nou, dat probleem is opgelost. De verzorger kan dus over die houten dingen heen lopen. Dat is echt helemaal top. Dat is mooi. Het ene was dat ze dus soort van konden ontsnappen, zag ik. Dus als ik naar de omheining ga, hier en het toe bewerken. Ja, de reden is omdat dit dus voor het design staat. En er moet eigenlijk erachter of erin komen. En ik heb het liefste iets voor. Oké, nu staat het er iets voor. Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Dat ik geen foutmelding krijg. Even korte theepauze. Laat ik dit hek ook even mooi maken hier. Ik vind het op zich niet verkeerd om dit hier te laten staan. Gewoon omdat de bezoekers daarboven zitten. Maar ik vind dat het wel ietsje snutter mag. En iets minder heavy of zo. Zo. Laat ik eigenlijk ook even een raampje hier inzetten. Dan is dat probleem ook gewoon opgelost. Nee, het is eigenlijk glas. Waarom typ ik raam in? Oh, dan moet ik wel kijken welk raam gaat passen. Dat is ook nog een dingetje. Oh, en wat voor raam ik mooi vind. Ja, maar deze is wel heel groot hoor. Dat gaan we niet doen. Deze is dan weer te klein. Daar kom ik ook niet verder mee. Ja, die is veel te klein. Hebben we niet iets hier tussenin of zo? Denk ik niet zo mooi uitzien. Ik er ook niet zo mooi uitzien. Ik heb er niet zo over nagedacht. Ik had voor mijn gevoel. Ik had wel verwacht dat die dingen pasten eigenlijk. Dit glas werkt gewoon hartstikke prima. Dat doe ik hiermee. Dan gaan we wel even dit hutje mooi verder afwerken. Want ik vind eigenlijk hoe ik het aan deze kant heb gemaakt, vind ik wel echt wel vet. Dus dan gaan we even doortrekken. In hoeverre dat helemaal lukt. Thank you.
Zo, de details zijn af. Nou, niet helemaal. De binnenkant is misschien niet helemaal klaar, maar de buitenkant wel. Dat ziet er toch cute uit. Ziet er meer als één geheel uit. Misschien dat ik nog wel meer titels kan toevoegen op het dak. En de binnenkant is kozijn, maar dat... Ja, het hele fine-tune en alles dat, en het hele deftige en chique van de dierentuin komt natuurlijk nog wel. Nu heb ik één informatiebord weggehaald. Mij leek het leuk om dit informatiebord daarvoor terug te zetten. Dat je die ook een beetje terug hebt in dit design. Ja, mij lijkt het leuk om die hier neer te zetten. En laat ik die lampjes ook hierin doen. Dat is op zich best wel leuk, want op een gegeven moment gaan mijn park donker worden. Dat willen we nog een keer in orde maken, want het is natuurlijk super leuk om een tropische wereld ook in het donker te kunnen bekijken, de dierentuin. Hier aan. Hier één. Plak er ook maar hier eentje neer. Zo, cute. En de sierschool is redelijk licht genoeg binnen. Nou, een prullenbak hier binnen is uiteraard heel fijn. Maar dan vind ik het wel een lelijke prullenbak. Dus laat ik daar wel even een mooiere voor neerzetten. Nou, hier deze prullenbak prima bij staat hier. Oké. Dit gaat de goede kant op. Ik denk dat de vossen ook wel blij zijn met een hokje. Eens wat we ook moeten doen is... ik vind het wel vet om die bobbel neer te zetten. Kijk, voor het design is dat hij gewoon echt die kant in de weg. Maar laat hem terugzetten. Maar je kan zeggen, waarom zet je hem voor een raam neer? Nou, omdat het gewoon diepte geeft. Laat ik de spullen even terugzetten, daar waren ze wel heel blij mee. Dan zet ik ze ook gewoon een beetje dicht bij de raampjes neer. Daar hebben mensen ook wat genoeg te zien. Schuurpaal hier, schuurpaal hier misschien. Wel heel dicht bij het raam, maar het is wel interessant. Oh, het voedsel is aan het bederven. Ai, daar zijn we niet heel blij mee eigenlijk. Oké, maar ja, dat kan gebeuren denk ik. Grafbok, die willen we ook. Het ding is, hier staan wel gewoon de meeste mensen. Dus we willen het hier neerzetten, zodat de meeste mensen het gewoon goed kunnen zien. En dat er meer donaties komen. En dat de mensen gewoon tevreden zijn. Very important, hè? Eigenlijk zijn de vossen heel blij. We gaan ook even kijken naar de omgeving. Misschien dat we nog een mooie plantje kunnen toevoegen. Misschien een lelie. Ja, ik moet hier eigenlijk niet te veel plaatsen, want er staat al best wel veel. En anders dan, dan zien we de beestjes niet meer. Maar ik denk juist langs die stenen op hier dat hier wel wat meer mag. Dat is misschien wel een beetje karig anders. En ik had hier natuurlijk wat planten eruit gehaald. Misschien dat ik die terug kan zetten. En misschien dat ik dit ook even kan kopiëren, doordat ik deze muur nog even mooi maak. Oké, ik heb het soort van mooi gekregen de omheining hierboven, maar niet helemaal. Maar dat is gewoon voor veiligheid, dat is zo heel belangrijk. Dus ook niet in hoeverre dat heel mooi is. Laat ik nog maar een paar bloemetjes toevoegen. Dat was in ieder geval iets wat ik zeker wou doen. Nou, heel eerlijk, ik denk wel dat het hokje af is. Door vervoer mag alleen maar echt... Kan het opgeruimd worden? Verzorger gevraagd, hallo? Nou, de vossen zijn in ieder geval helemaal happy. Dan wil ik wel even kijken bij het dierenhandel of ik een leuk mannetjesvossen heb. Dat die weer kunnen paren en weer betere vossen kunnen krijgen. Want ik heb het voor algemeen nog niet betere vossen gezien dan inderdaad brons. En brons was al best wel rare. Er waren eigenlijk best wel slechte mannetjes ook. Dat is dan ook niet helemaal goed. Hoe goed is het mannetje? Die is brons die er nu aankomt. Als ik nou alvast een vrouwtje koop die brons is. Want ze hebben brons vrouwtje. Adopteren. Dan heb ik die alvast geadopteerd. Dan zit die in mijn handelscentrum. Want mocht die volwassen zijn, dan kan ik die bronzen mannetje gaan fokken met het bronzen vrouwtje. En dan hoop ik dat er misschien een zilveren uitkomt. Je weet het nooit. Oké, het ziet er wel leuk uit hoor. Hier van de zijkant. En hier boven. Is het al gewoon chaos? Er lopen mensen gewoon door de muren heen. Ja joh, kan gewoon allemaal een planet zo. Nou, maar dat ziet er wel mooi tropisch uit hoor. Heel eerlijk, dit is wel echt een plek voor pickpocketers. Ik ga misschien toch even een cameraatje ophangen. Al die mensen op elkaar, ik denk dat kan niet goed gaan. Voor dieven namelijk echt een hele goede plek. Nou, ik ga eens even kijken naar mijn camera. Nou, kan ik alles goed zien? Nou, ik weet niet heel goed. Mensen lopen toch wel echt door elkaar heen. Dus als er iets gebeurt, dan heb ik het gewoon nog steeds niet door. Dat is de taak van mijn veiligers, laten we zo maar zeggen. Oeh, het regent. Nou, wat mooi dat we hier een schuilplekje hebben. Daarvoor heb ik het eigenlijk ook gemaakt, heel eerlijk. Gewoon een beetje, mocht het regelen, dat je toch nog ergens leuk de dieren kan bekijken. Dan hoop ik wel dat de dieren niet allemaal hier gaan zitten. Ja, want kijk, als hier eenmaal een dier zit, dan ben je het dier kwijt. Maar ja, dat kan gewoon. Ik bedoel, laat een dier ook even lekker rusten. Hier zit een dier en het andere dier zit. Maar die dieren kunnen ook hieronder schuilen in principe. Maar dat doen ze niet. Daar heb ik geen zin in. Ik ben het dieren kwijt. Het zal wel goed zijn. Aan deze kant ziet hij in ieder geval tof uit. Zo. En aan deze kant. Oh ja, hier kunnen mensen ook mooi schuilen. Nou, dus inderdaad, als het regen aan de meeste dieren ook schuilen. Dus dat schiet niet helemaal op. Wat zeggen mensen eigenlijk over de vossa's nu? Waarschijnlijk dat ze ze niet goed kunnen zien. Je hebt wel aardig zicht. Oh, ze zijn wel het algemeen tevreden over. Zodra ik geen rood heb, is het goed. Dus volgens mij wil je betere ratings krijgen, is het gewoon heel belangrijk dat het niet rood wordt. Nou, kijk, hier heb ik de flamingo in dit bordje gemaakt.
En wat heb ik bij de aapjes hier? Ik heb ook helemaal niet meer nagekeken eigenlijk. Die hebben ook een eigen design. Nou, ik denk heel eerlijk dat ik die stijl van hier gewoon door moet trekken. Het is heel simpel, maar dat mag ook een keer. Het hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn. Je kan gewoon ook één standaard bordje pakken en daar je informatiebord op neerzetten. Niks meer aan doen. Nou kunnen we er wel iets aan doen. We kunnen even kijken wat we aan willen doen. Oh, mensen die er staan. Ben je dikke paraplu voor mijn bord? Nou, dat doen we dat het bord maar een beetje steun heeft aan de achterkant van pilaren. Wat willen we er nog meer bij? Ik kijk best wel wat mensen naar. Oké, ik ga maar pauze zetten. Al die mensen lopen in mijn beeld. Kan ik niet rustig nadenken hoe ik dit mooi wil maken. Dus ik vind het prima. En ik vind wel dat het alles een beetje eigen stijl heeft qua die borden van de dieren en zo. Het is wel vies weer in mijn dierentuin, zeg. Wat ik wel even leuk vind om te doen is even wat plantjes daar neerhalen. Want ik vind het wel een beetje anders heel droevig. Dan vind ik het ook wel het mooie dat het een beetje groen is aan deze kant ook. Dat je een mooi hoekje hier hebt. Nou, ondanks het hele deprimerende weer is het verblijf wel gewoon, ja, klaar nu. Nalen zou dat alle vossen binnen gaan zitten natuurlijk. Ah, nee, hier ligt het. Ah, mojo. Het lijkt een beetje alsof ze dood zijn. Dat vind ik een beetje creepy eigenlijk. Dan ziet het toch niet gezond uit. Een beetje zo zieliger dan... Dan weet ik het ook niet. Maar er ligt volgens mij onder een boom te schuilen. Ik denk dat het is. Deze mensen denk ik... Ja, die hebben ze kunnen zien. Oh, dat was wel vet. Eigenlijk zijn vossen ook maar hele rare dieren. Ik heb een vossen volgens mij ook nog nooit in het echt gezien. Zit ik nou na te denken. Vossen, die zou zeggen dat het soort van vos meets kat tijgerachtig is. Ik vind het een beetje ratachtig onder de katsoort. Kijk maar, die tandjes, dat neusje. Hele aparte beestje eigenlijk. Maar op zich zijn het wel juist hele vette dieren. Want juist voor dit soort gekke dieren ben je naar dierentuin, lijkt mij. Oh. Deze vrouw staat ook gewoon door het glas heen. Ik moet hier bordjes neer gaan zetten. Want het spel is gewoon zo bug dat gewoon mensen gewoon zo gaan staan. Dit is toch erg. Mevrouw, wilt u even achter het glas staan misschien? Hallo? Mensen gaan ook op een puntje van de stoeprand staan. Hij mag plannen soms ook weer iets realistischer maken. Misschien ook handig dat je dat kan instellen. Net zoals met klimmen uit en aanschakelen. Dat je een soort van walkthrough kan aanzetten. Uitschakelen van als mensen er wel of niet doorheen kunnen lopen. Maar dit gaat me echt te ver. Ik probeer echt veel aan veiligheid te denken. Maar dit is out of my control. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker te abonneren. Zodat je meer gameplay kan zien op mijn kanaal. En check ook deze video uit. Volgens je YouTube video ook erg leuk. Tot de volgende keer. Doei doei.